We zijn in februari gestart met de computercursus en het gaat over Windows en Word. En de eerste groep die we gisteren hebben afgerond, dat zijn studenten van de verschillende scholen die belangstelling hebben getoond. En die hebben beide een groep van 13 die Windows en Word hebben gevolgd. Wat zijn uw verwachtingen? Wie mag allemaal deelnemen aan deze trainingen? Het is namelijk zo, de computercenter op de kweekschool is een donatie vanuit het Maagdenhuis uit Nederland. En binnen ons project hadden we meegenomen dat de schoolkinderen 's morgens gebruik zouden maken van het centrum. En in de middaguren wij aan ieder die belangstelling heeft de gelegenheid mogen geven. In het bijzonder dus de vrouwen, de huisvrouwen, vrouwen die thuis zijn. En tot nu toe hebben we dus, de eerste groep zijn studenten, maar op dit moment hebben we twee groepen die wachtende zijn om te starten voor Windows en Word. Daar hebben we een groepje vrouwen en één groep is van de Guyanese consulaat. U zegt in de ochtenduren mogen scholieren deel gebruiken van de computers. Hoe verloopt het tot nu toe met de samenwerking tussen de school en Stichting Sari? De samenwerking is heel goed, daar hebben we helemaal niks te zeggen. Oké, en mensen uit, u zegt van weer, mensen uit Guyana gaan trainingen volgen. Welke onderdelen worden verzorgd? We starten met Windows en Word, daarna bestaat de mogelijkheid voor Excel Access en ook voor internet. Is er kosten aan verbonden? Nou, zeker zijn er kosten aan verbonden, want u weet, er moeten kopieën gemaakt worden, er komt een certificaat. En het bedrag is, hebben wij zo laag mogelijk gehouden dat een ieder kan deelnemen. En voor de studenten hebben we een speciaal tarief. Kunt u ons aangeven wat het bedrag is? Nou, voor de studenten is het 25 SRD en voor volwassenen die wel kunnen missen, want u weet... We moeten een bedrag vragen, want anders kan je niet verder. Want als de computers ook stuk gaan, hebben we ook afspraken dat Stichting Sari en de school samen de kosten gaan dekken. Dus je moet die inkomsten hebben om de uitgaven te doen. Voor Windows en Word gewoon starten we met 50 SRD. Waar kunnen ze zich inschrijven? De inschrijvingen die kunnen hier op kantoor bij Stichting Sari en het kan ook bij Stichting Win. We hebben vanaf november, tot nu toe hebben we 280 inschrijvingen. Van de 280 zijn al 156 ingevoerd. En van die 156 hebben 26 al certificaat getekend. De mensen die al certificaat hebben getekend, die ontvangen nu hun gelden. We hebben zelfs 3 mensen al die al gebouwd hebben en die opgeleverd moeten worden. Er komen dagelijks mensen hier... Zijn hun stukken allemaal in orde? Lopen ze probleemloos? Nou, probleemloos niet, want we moeten de mensen steeds bellen. Want steeds merken we dat er toch nog ontbrekende stukken zijn. Dit keer werkt Liz anders. Alles is, het is geautomatiseerd, alles gaat via de computer. En het systeem vraagt zelf steeds meer stukken. En vooral als het gaat om grondpapieren, want de hypotheekuitrechters die komen achteraf. Wanneer de mensen hier komen, dan vraag je ze van, hebt u één perceel? Dan wordt er gezegd ja. Maar achteraf blijkt in de hypotheekuitrechtsel dat de mensen wel 2 percelen hebben. Dan wordt zo iemand afgewezen. Er is veel werk eraan. Je moet op alles gaan letten. Ook als de mensen een lening hebben. In het begin vertellen ze dat niet. Maar in de hypotheekuitrechtsel zie je ook hoeveel keren de mensen lening hebben genomen. En wat ik hierbij wel wil aangeven. Als mensen een 5% en een 7% lening hebben. Dan mogen ze niet meer meedoen aan het List 2 programma. Jullie moesten ook Coroni en Saramaka meenemen. Hoe zit het daarmee? Ja, Coroni, Saramaka. Voor Coroni hebben we tot nu toe 0. Het lukt niet. We hebben wel mensen daar gesproken die het voorwerk voor ons willen doen. Maar wat we hebben begrepen, dat er veel boedelkwesties zijn in Coroni. Ten aanzien van Saramaka hebben we een zekere meneer Marsidi, die heel hard werkt daar. We hebben al 20 files van Saramaka en waaronder 1 persoon ook al een certificaat heeft getekend. Maar u weet, voor ons is het heel moeilijk, want al het werk wat we hier doen is vrijwillig. En er worden heel veel kosten gemaakt.
En je kan niet elke keer naar Koroni en Saramaka. We zijn tot nu toe 2 keren gegaan en de plannen zijn dat we binnenkort weer gaan. Er wordt een file opgemaakt en dat komt naar ons. Ik werk samen met mevrouw Atjaiber. En als wij de file krijgen, worden de applicanten gebeld. En als ze opgebeld worden, komen ze voor een vragenronde hier. Dan worden ze ingevoerd in het systeem. En als ze zijn ingevoerd, worden dan de stukken gescand en opgestuurd naar Paramaribo. En het wordt dan verder daar verwerkt. En krijgen we wel dat we soms ontbrekende stukken hebben en dergelijke. En dat als dat alles weer teruggaat, dan zien we als de persoon goedgekeurd is of niet. En hoe enthousiast zijn de mensen die hier komen om een aanvraag in te dienen? Komen ze met een verwachting? Zeker wel. Ja, ze komen met een verwachting van dat we geholpen worden. Dus als ze al ingevoerd zijn, dan krijgen we wel telefoontjes van mevrouw. Is het gelukt? Wanneer komen we in aanmerking? En zodra alles goedgekeurd is daar, dan krijgen we een lijst waar staat van zo'n persoon is goedgekeurd. Dan wordt er veldbezoek gedaan. En als er veldbezoek gedaan is, alles oké is, en dan krijgen ze dan zo'n over een week zo'n IFI. Dan gaan ze naar de bank om een bedrag te storten. En als ze dat gestort hebben, dan krijgen ze daarna weer een HIC. Dat is een certificaat. Wordt het getekend en daar gaat de bank daarna afhandelen. Hè? Dus de bank belt dan de applicant op en dan krijgen ze hun subsidie om te gaan renoveren of uitbreiden. Tijdens de vragenronde, heeft u mensen ook gepakt dat ze niet de waarheid vertellen? Nee, niet echt hoor. Ik heb het niet echt zo meegemaakt nog. Er zijn wel een paar ertussen, maar niet dat ik zeg dat er heel veel zijn. Er zijn wel een paar ertussen.